gestructureerd neer kan zetten. Ja, en niet dat het er nu zo uitziet in de tent. Maar ik heb geen goede kledingkast. Ik kan niet ergens, daar zet ik mijn map neer en daar zet ik dit neer. En dan blijft het er ook staan. Of ik werk eens een keer in het atelier en dan kom ik een paar uur later terug en is alles weer weg. En, ja. En voor 1, 2, 3, 4, 5, 6 maanden is het oké. En is hartstikke grappig en hartstikke leuk. Van ha, nou klootzak. Ja. Maar na 14 maanden denk je wel van jezus man. Gaan we weer hetzelfde cirkeltje rond, gaan we weer. Ja, en het verbetert niet. Ja, klopt. Ik heb met Jess ook hele gesprekken gehad. Van ik mis een beetje waarvoor ik ben binnengekomen. Gewoon de luxe. Ik wou strijden voor luxe. Ik wou uiteindelijk dat we daar ook naartoe gingen. En moest kijken waar we nu zitten. En, ja, en dit is ook het eindproduct. Ja. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Dit is het. Ja, dit is de luxe die we hebben. En dat is prima. Maar ik had dan heel veel andere verbeeldingen erbij gehad. En natuurlijk ging het allemaal best wel snel. Maar ja, als ik nu een beetje kijk naar mijn banksaldo. Dat is mijn zakgeld. Ja. Nou, ik kan hier niet eens een patatje laten komen. Nee, je staat alweer in de min. Ja? Ja. Nou, dat bedoel ik. Nou, ja. Wat superleuk hier. Ja, maar hoe moet je er nou mee? Ja, je kan er helemaal niks mee. Sorry, maar als ik een nieuwe broek wil halen, hoe moet ik dat doen? Ja, niet. Nee, dat kan nee. niet. Nee. Je hebt een... Godverdomme, ik moet hier de kringloper langs laten komen. Ja. Oh, hebben jullie misschien nog een straks boekje? Winter weer en dan hebben we weer helemaal niks, hè, Ger? Winterjassen, dat soort dingen. Dat is allemaal... Want alles gaat hier al kapot. Je hebt straks er helemaal niks. Ja. Daar heb ik ook zo moe van. Ja. En ja, het is allemaal leuk en aardig, maar nu hebben we ook alles weer op één pot gedaan. Ja. De rokers, die zitten nu verschrikkelijk. Ja? Natuurlijk, ik sta nu in de min. Ja. Ik kan niet eens een paar blikjes fris in de week. Dat kan gewoon niet... Kan je niet betalen? Nee, dat kan ik gewoon niet doen. Nee. Doe het wel. Ik kom even verrotten. En als je zegt het mag niet, dan jot ik het. Fuck de wereld hier. Maar... Dat hoort het allemaal niet te zijn, joh. Joh, als ik... Je kan er ook niet harder voor werken of zo. Nee. Het maakt niet uit wat je doet. Nee, het blijft allemaal op hetzelfde. Dan ga je de hele tijd op je gat zitten. Ja, krijg je het ook. Ja, krijg je het ook. Dan zal ik hier hemel en aarde laten bewegen. Ja, dan krijg je nog 70 euro per maand. Nou, klopt. Ik doe één keer boodschappen thuis is weg. Voor een dag. Nou. Dan krijg je per maand hier. Moet je nagaan, 35. Ja. 75. Of 70 per maand. Oké. Okay. Kan ik dat niet even hier op laten storten? Dan heb ik het misschien nog even naar mijn zin. Ja. Ja. We hebben hier alleen nog maar kutkleding kunnen kopen ook. Ja, nooit eens een keer even lekker. Iets waar je zelf ook wel lekker bij voelt. Ja. Dan heb ik dat toevallig wel, nu. Ja. Maar, ja, word je er gelukkig van? Ja, een sokbuffet is ook bijna ten onder. Ja, zal ik je vertellen. En alles werd op nul gezet, maar ik heb sokbuffet natuurlijk nog wel. Ja. Dikke vinger allemaal. Jezus. Een sokbuffet blijft er ook gewoon. Totdat Gerrit wat nodig heeft. Dan gaat sokbuffet leeg. Maar is dat ook nog even? Ja, alles op nul, dan moet dat ook in de pot. Nee, emotionele waarde. Ik weet niet of je erbij was. Ja. Dat gaat dus niet gebeuren. Dat is echt al een maandenplan. Om sokbuffet te ontmantelen. Maar dat gaat niet gebeuren. Sokbuffet is gewoon van Gerrit. Maar hij is ook nog. Ja. Maar het is wel 60 euro is hier nog best qua zak.